kijkers van Ties Games, vet jullie kijken naar deze nieuwe serie op Ties Games. Ik ben hier vandaag in Mindtopia. Jullie vragen je vast af, Ties, what the fuck is dat? Dat gaat zo meteen iemand van jullie uitleggen. Dat iemand, of die iemand, ik weet niet hoe je dat zegt, die loopt nou hier en dat is Monster Blade. Yo, Monster Blade. Hi. Oftewel, Jarren. Zeg eens wat het is, Jarren, want veel mensen kennen het niet, sommige mensen wel, dus vertel eens. Mindtopia is eigenlijk een soort van Project S, zoals jullie al wisten, zowat. Ja, dat, Project S, het is... Ja, het is eigenlijk iets met 5 eilanden, dus dit eiland is van ons natuurlijk. Ik zal eventjes een mapje in beeld zetten nou, zodat jullie het kunnen zien, een mapje. En, dus het is eigenlijk 5 eilanden, dus dit eiland was van ons, net zoals ik al zei. En er zijn natuurlijk andere eilanden van Bubblade en Dennis. En Steven en Aaron, geloof ik. En ja, het is een soort van civilian, je eigen stad oprichten en zo wat tegen anderen gaan vechten. Maar voor nu mogen we nog niet naar andere eilanden en zo. Na 3 weken pas of zo, of wat hoorde ik? Ja, zoiets ongeveer denk ik dat het zal gaan worden. Oké. Want we hebben ook geen enchant table, want die moeten we van het andere eiland gaan halen. En daar mogen we nog niet komen. Oké, dus het is eigenlijk... Je moet gewoon een sterke base bouwen, sterke muren, goede armen maken, dat soort dingen. En dan tegen andere mensen vechten op het gegeven moment. Ja, okay. Dat is het zo wat. En ook een beetje bondgenootschappen sluiten. Je kan natuurlijk ook landen claimen, want zoals je zag al op de map, dat er niet alleen onze landen zijn. De grote landen, dat zijn de eilanden die de mensen al bezitten, zeg maar. Mm-hmm. En dan heb je ook zo van die... tropische landjes. Die hebben met palmbomen en zo op het eiland. En ja, ik zal die kan hier je dus claimen. Ik zal hier eens een beetje onze omgeving laten zien. Wij zitten hier een beetje in een berglandschap. Die berg die kan je niet zo goed zien omdat het regent op dit moment. En de rennen dus staat al super ver. Maar dat is dus een super hoge berg. Dus wij hebben een beetje een kaal landschap. Als ik het zo zie. Ja. Het is nu even kaal. Want het was eerst vol met bomen. Maar ja, die zijn nu ook al omgehakt. Nou goed, ik heb net trouwens eventjes wat armen voor me gemaakt, maar ik denk, mochten jullie nou meer informatie willen, wat is jouw kanaal, Monster Blade? Monster Blade Infinity. Monster Blade Infinity staat allemaal in de beschrijving. Eventjes abonneren jongens, dan duw ik eventjes deze iron netjes terug. En het is eigenlijk, het zijn gewoon de eerste 5 minuten dat ik op de server zit, dus ik weet nog niet zo heel veel. Maar voor zover ik zag, was dit het stadhuis, dus jullie willen hier een beetje het soort van stad gaan creëren, begrijp ik. Ja. En op die berg daar die je net toonde ook, daar wilde ik vooral het, hoe moet ik het zeggen, het kasteel, onze defensie zetten. Ja, een burcht als dit veroverd is of zo, dat we daar nog kunnen schuilen. Ja, en waar we alle chesten gaan plaatsen en zo. Maar ik heb even gedacht dat we hier even misschien een farm kunnen neerplaatsen. Want is goed, ik maak eventjes nog wat diamond tools als je niet erg vindt. Kijken, maak 1, maar. 3, maak gerust. Zo. Ja, ik kan geen diamond armor maken, dat vind ik ook een beetje... Ja, dat kunnen we ook nog niet. Dat is een regel. We kunnen nog geen diamond armor. Dat is zo nog zo met researches en zo. Binnenkort komt er ook waarschijnlijk emerald armor. Oké, nice. Oh, als armor of wat? Ja, als armor. En wapens en tools en zo. Nog sterker als diamond. Oké, fucking chill. Ja, ik ben benieuwd, want ik heb in mijn survival wereld heb ik ook al een paar emeralds gevonden in mijn normale survival wereld, dus het zal wel chill zijn. Even kijken, zo. Maar een farm, zei je, dat komt goed. Ik heb nog wat carrots in mijn inventory, die had ik net al eventjes gejat, want ik had honger. Even kijken, waar ben jij nou? Hiervoor op dat veld, zei je, of wat? Ja, ik ben hiervoor op het veld. Oh ja, oké, dus jij wilt dan een beetje plat maken? Ja. Oké, wacht, dan ga ik eventjes nog meer tools maken. Ik ben gewoon een beetje ongeregeld, dat is normaal gewoon zo. Maar het is wel gewoon vet wat jullie nou in een paar dagen hebben gebouwd. Want er is echt fucking veel bijgebouwd al gelijk en dat is niet normaal. Ja. Sommige mensen noemen het ook wel Utopia, maar dat is ook zo'n serie van SBS6 als ik het goed heb. Dus ja, even kijken. Het heette eerst Utopia volgens mij, toch? Ja, het eerste eerst Utopia, maar sinds we... een beetje gevoel hebben dat het geclaimd wordt, hebben we het maar Mindtopia genoemd, want anders gaat YouTube er weer kut over doen dat het geclaimd wordt, sinds al die claim shit en copyright. Ja, en dan nog Utopia, dan krijg je weer dat soort shit van mensen die, hier zit nog keiveel deurt, van mensen die nog gewoon allemaal, haat erop gaan geven ofzo, die weet maar nooit. Ja. Ik denk wel dat het een vette serie gaat worden eigenlijk. Ik denk het ook, het lijkt me echt hartstikke vet, ook qua streams en zo lijkt me dat wel vet. Ja, ik hoor ook dat veel groepen gaan streamen binnenkort, dus al is bij mij streamen nogal moeilijk de laatste tijd. Ik denk dat sommige mensen wel weten waarom. Ja, inderdaad. Maar goed,
bij andere mensen, die kunnen nog altijd... op welk niveau wil je deze farm gaan doen? Op dit niveau? Dit niveau. Oké, okay, nice. Ik denk dat mijn turf bijna op is. Er zitten ook aardig wat mensen op de server nou. De eigenaar hiervan is Dennis, oftewel de Denminers 14. Ik heb nog wat dirt gepakt in de dinges, in de chestroom. Even kijken. Ja, een farm die was wel handig, want ik zag dat jullie nog maar een paar carrots hadden. Dus die hou ik eventjes over voor deze farm. Zo. Maar de difficulty staat ook op hard, of niet? Want ik zat net een paar minuten op de server. Nee, het staat niet op hard. Het staat op gewoon normaal. Maar sinds de eilanden zo... Dat alleen de eilanden zijn, dat geëxploord is, dat alleen de mobs daarop spawnen. En daarom dat zien hoeveel hij er spawnen. Ja, want ik zie hier al een creeper die nou op me afkomt. Even kijken, die gaat dood. Creeper explosie staan aan. Nee, gelukkig. Phew. Nee, creeper explosie staat niet aan. TNT staat toch wel aan, volgens mij, of niet? Wat? TNT staat gewoon aan, toch? Nee, het hit je wel, maar de grond niet. Want ja, wie wil nou dat een mooi landschap even stuk gaat gewoon aan al die creepers, nou, aangezien er zoveel spawnt. Ja, maar ik bedoel gewoon TNT. Gewoon normale TNT. Dat staat natuurlijk altijd aan, hè? Ja, dat lijkt me wel logisch. Maar ik dacht misschien de eerste paar weken gewoon voor de zekerheid of zo. Ja. TNT is wel handig, dus creepers doden is natuurlijk altijd wel goed om te doen. Ja, we hebben toch wel al wat gunpowder, als ik het niet vergis. Dus TNT is altijd wel handig voor anderen. Tegen anderen bedoel ik. Even kijken. Ik heb nog 3 wortels en mijn food bar, die is er ook niet echt zo heel slim aan toe. Dus ik ga maar eventjes met rotte flesje eten of zo. Ik heb hier nog wat rotte flesjes nodig hebt. Ja, ik heb hier nog eventjes een halve stack uit de chest gehaald. Even kijken. Ik ga even wat water halen bij de rivier, want wij hebben als enige een rivier in ons land. Ja, deze map is by the way ook custom made, dus het is geen seed of whatever. Het is custom made door jou, of? Nee, die heeft Dennis gemaakt, maar zoals je bij custom made is de diamonds en de emerald, die kan overal zitten, ook de iron. Ja, je kan, ik ken dat programma waarmee dit gemaakt is, maar dan moet je dus ook zelf aangeven waar het, of hoeveel percentage... Of hoeveel het percentage dat aan diamonds in de map is, of niet? Ja, dat is... Ja. Meestal is het rond... het kan tegen de 12 blok zijn. Okay. Aan diamonds en shit. Nou, dat is meer dan normaal. Nou, maar ik hoorde net over... Waarschijnlijk gaan we ook doen dat... Want de resources kunnen uitgeput worden. Dat er een bepaalde tijd zal komen dat opeens alle echte resources... Zoals diamond, emerald, iron en coal... Gewoon even terug respawnt. Omdat anders de resources gewoon opgeraken. Ja, dat zou natuurlijk niet cool zijn. Aangezien we toch nog geen enchant hebben, is het best kut. Oh ja, dan moeten we naar een ander eiland voor... Ja, maar dan mogen we nog niet komen. Niemand mag er komen, of wie? Niemand mag er nog niet komen. Okay. Pas na een paar weken mag je er denk ik komen. Pas volgende week, denk ik. En dat heeft die Dennis allemaal verzonnen, of? Ja, dat heeft hij allemaal al verzonnen. Okay, nice. Okay, dan gaan we hier even... Ja, ik was vroeger ook helemaal verliefd op Project S. En de kijkers ook. Echte Tease Game. Ja, echte Tease Gamers. Het is pas 2 maanden geleden of zo. Maar het is toch al 5000 subs meer. Want Tease Games groeide echt snel. Holy shit. Maar ja, dat was dus echt een heel groot succes. Dat was verzonnen door Gio, volgens mij. En nou is dit gewoon een beetje hetzelfde. Dat alleen is voor dan... water. Nee, dat is voor water. Oh shit. Ik dacht van. Even kijken. Je kan beter gewoon. Ja, nee, maakt niet uit. Dan heb je minder water nodig. Gewoon af en toe een plasje maken, weet je wel. Ja, ik ga nu eerst even. Ja, is ultimate goed. Resource. Even kijken. Heb je al een ho gemaakt? Ik heb al een ho. Oké. Ik heb gewoon een stone ho, dus. De diamond niet te fancy. Weet je wat je ook kan doen? Je kan ook gewoon hier zo 1 water plaatsen. Hier zo. En hier 1. Hier? Hier op deze plek. Oké. Okay. En dan heb je hier een infinite. In het midden heb je dan ook infinite water. Ah, snap je? Shit. Hier zo. In het midden hier heb je dan ook gewoon infinite water. Maar ik kan jou nou nog slaan volgens mij, omdat ik nog niet in de groep ben gezet. Omdat... Ja, je bent nog niet in de groep gezet. Want Dennis is nog niet online. Even Dennis kijken. Dennis was net toen jij online kwam, net offline gegaan. Ja, dus klopt. Wel... Even kijken. Good. Food is inderdaad een heel groot probleem op dit moment. Maar hoe zijn jullie dan aan carrots gekomen? Zijn er ook villages gespand dan? Nee, er zijn geen villages, maar zombies kunnen sommige rare dingen droppen. Oh ja, klopt. Even kijken. Ik haal die carrots hier binnen, haal ik ook eventjes weg, oké? Oké. Dan maken we daar even de grote met van. Met vullen verder. Oh. Veel water nodig.
Zo. Maar wat was jouw kanaal nou ook alweer? Want ik vergeet de naam steeds. Monster Blade Infinity. Ja, dat staat natuurlijk in de beschrijving. Gewoon eventjes abonneren, jongens. Maar wat doe je nou zoal op je kanaal? Volgens mij doe je op dit moment helemaal niks. Maar ja, je bent wel... Helemaal niks. Maar ja. Ik ga wel iets van maken, ja. Ik ga vooral Minecraft doen rond Minecraft mods zoals The Fellowship, Stack It, Feed the Beast en die dingen. Oké, nice. Vind ik allemaal leuk. Ja. Even kijken. Maar zoals jullie horen, aardige gast. Hoe oud ben je? Ik ben 16. Oké, ouder als mij dus. Veel ouder. En waarschijnlijk ook veel groter als mij. Ik ben volgens mij een van de kleinste. Ja, dan ben je dus inderdaad groter als mij. Even kijken. Ik denk dat ik een van de kleinste YouTubers ben. Ja. Met zo'n succes. Ja. Dat wel. Dat denk ik toch wel dat hij de klein... Nee, toch ja, dat er iemand... Ik weet niet hoe groot die Doema Game is. Doema Game is wel iets groter als jou. Zo groter van Vincent. Hoe weet je dat? Gewoon, ik heb hem al gezien op toen dat hij in de Mediamarkt raar aan het doen was. Lol. Toen was hij met een vlog aan het doen in de Mediamarkt. Oh, was hij toen met dus David? Stond hij bij een meisje. Nee, hij stond met een meisje. Ja, wij doen YouTube en dat meisje dat ging helemaal hard uit haar dak. Oké, lol. Kijk, zo. Maar kijk, ik heb nu even de water helemaal geplaatst. Oké, hoor jij dat ding even, dan plan ik deze 9 carrots alvast. Zo. En zo. De carrots zijn al op. Ik had ook nog 20 seeds of 24 seeds zelfs. Dus die kunnen we ook nog wel gewoon gebruiken. Maar ik denk dat het beter is als we de carrots bij elkaar doen. De potatoes bij elkaar en de wheat bij elkaar. Laten we deze twee lijnen van carrots doen. En deze gewoon van seeds. Van, hoe heet het? Wheat. Ja, oké. Okay. En dan houden we die andere over voor potatoes. Yep. Oké. Okay. Oh shit, want... ja, tuurlijk ga ik er weer op springen met mijn domme kop. Ja, ik heb nog wel wat seeds hier in mijn pack, dus... Oké. Okay. Even kijken, nou, dat begint er al goed uit te zien. Dan ga ik denk ik ook de episode afsluiten voor deze keer. Wil jij nog wat zeggen, Jarren? Vergeet niet te abonneren op mij. Ja, schaamteloze zelfpromotie natuurlijk. Zelfpromotie. Dat hoort erbij. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe serie. Willen jullie dit nog meer? Laat dan eventjes een like achter. En hopelijk kunnen we Mindtopia gewoon net zo episch maken als King was. En wat jullie ook allemaal leuk vinden. En dan bedankt jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Later.